Oh. Ja, ik zei het. Nou, ik dacht dat ik een keer getypt had, maar dat was Charlotte, jij bent heel sterk, toch? Ja, zeker. Kan jij maar neer eens even gaan. Leg mij eens even op die titel, want... Oké, sla maar. Als ik dan in vrede kan zitten. Oeh, nee. Zie, werkt niet. Nee, nog niet. Deze? Zo? Nee, nog niet. Jammer. Zo, je ziet er echt lelijk uit zonder bril. Godverdomme. Ja. Hallo. Wat is er gebeurd? Ja, ik hoor je. Oh, daar liggen weer twee beneden. Oh, en Jozef staat erbij. Oké, Sis, wij moeten een manier vinden hoe we hier beneden kunnen komen. Is helemaal een streek. Ook goed. Alleen Jozef staat er nog beneden. Ik moest gaan uitleggen. Daar is meneer Jozef. Jozef, redden we. Achoo! Kijk, ze liggen hier. Moet ik even een lifeline of Jozef regelen? Of? Die zit daar nou klaar. Nee, Jozef die redden we zo wel. Jozef is Het gaat om deze motor, denk ik. Even de poes. Allebei de motor. Ja, voor u was het deze motor inderdaad. Tenminste, tenzij u ook een beetje bloed kan wisselen of zo in plaats van olie. Ik bedoel, dan kennen u die andere ook. Heel even jongens, wat is er gebeurd? Ik weet niet of het bloed werkt hoor. Dat ging mis. Wat ging mis? Jawel. Wel als we beide hier staan en dan... Oh, dat kan ook. Jezus, is dood. What the fiep? Gaat hij nou letterlijk hier onderuit? Oh! Wow! Hey! Ik kan geen melding maken, maar maak alsjeblieft een melding. Waar ben je? Kijk, voor mij komt hij er al aan, of niet? Ik ga Jozef. Dat was Kevin. Dat was Kevin. Oh, maar een McLaren die gaat al stilstaan als je überhaupt de motor al gaat warm draaien. Ja, dat klopt, want je gewoon niet kan rijden. Wat heeft dat met rijden te maken? Ik zet de motor aan en dan gaat hij branden. You need to have the feeling! Ik heb de feeling! Nou, blijkbaar niet. Blijkbaar wel. Oh. Ja, ik zei het. Oh joh. Goh. Nou, zo. Hier. Op je ja, als we daar konden tackelen. Zo. Want, ik ben nu al bijna 2 uur gewoon Bali dienst aan het doen. Er is iets te doen. Okay. Nee, sorry. Dit... Ja, doodverklaren. Ja, ga er wel voor zitten. Doei, je rijdt zelf terug. Hij zit in mijn kont. Ja, zo. Godverdomme. Ik spreek jullie ATW alweer. Jojo. Oké, dit was heel smooth. Ik ben ook van dood. Ik ga het nu ook doen. Ha, 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 tjoe. Oh, net mis. Peter, ik heb bij de gemeente heb ik een idee toegevoegd, want ik doe zeg maar live vloggen. Alleen als ik dit ding omdoe, dan heb ik geen rugzak meer. Dus ik had zeg maar het idee toegevoegd dat er heel toevallig dan een rugzak bij is. Ben jij nu aan het vloggen trouwens? Ja. Oké. Kut. Hallo meneer, hoort u mij? Ah, oké. Okay. Nou, wist u hier toch ben? Ik heb een pijntje aan mijn voet. Hoe had ik het kunnen voorspellen?
Ja, motorrijden in zwaailichten en hersenlozen gaan niet goed samen. Nou, politie en ambulance zien. Zo, wacht even. Kevin, jezus, ik ben echt mijn brein zet uit. Ik snap niet hoe Kevin bij die one-liner kwam, maar... Hallo, Jozef. Hallo. Hallo. Fuck, rij jij nou weer voor jouw ding? Oh, dit ja, weg. Dit is een E-klasse. Een E-klasse wat? Een Mercedes E-klasse. Ja, dat is een ambulance, Jozef. Oh. Weet je wel, dat is zo'n auto die kan wee woe wee. Nou, dat komt nog wel een keer. Doei, Jozef. Politie en ambulance. Ja. Zou ik even een van jullie ambulanciers op het AB kunnen krijgen? Ik ben de enigste, maar kom eraan. Oké, ja. We zijn, ik ben vanzelf gewond en de verdachte is ook gewond. Ik sta nu voor de deur. Ja, ik kom eraan. Oh, ik kom de deur niet in, joh. God. Ik kom de deur weer niet in. Oké. Okay. Hallo. Oh. Zo. Zou je mij eerst even een verbandje kunnen doen? Ja. Ik val altijd om. Ik zal eventjes kijken of dat de kogel... Want hij ging door in je been, hè? Ja, eentje in mijn been / voet en ik heb eentje in mijn zij gekregen. Oh, en zeker dat ik minstens een poot schoot. Even kijken. Heeft u een bloeding? Nee, hij heeft zo goed geschoten dat hij zelfs alles heeft gemist. Oh, goed. Nee, gewoon gelijk dichtgeschroeid. Ja. Was het van Point Blank toevallig? Ja, was best wel... Ik weet niet eigenlijk. Nee, 30 meter ongeveer, 20, 30. Ja, dan is de kogel nog warm. Hey, ja. Ik heb een melding, okay? Doei! Jozef, doe nou niet. Geef mij een verbandje. Nee, ik heb eerst een melding. Kom naar het ziekenhuis. Geef mij een verbandje. Nee, ik heb een melding. Geef mij een verbandje. Jozef, ik heb een melding. Kan jij heel eventjes deze even weer fixen? Jozef Civello ja, met zijn fietsen tegenaan zitten rammen. Nee, die meid mocht van mij voor omdat ze mij geholpen heeft. En die zo doorheen. En ik moet zeg maar weer naar ene Jozef Civello, want hij werd boos. Als iemand nou zichzelf even te pletten rijdt, dan heb ik ook weer wat te doen. Hallo, wat is er gebeurd? Nou kijk, zie je die hele mooie brandkraan die daar achter op de weg ligt? Ja. Ja, die hadden we omver gereden. Kijk, hier ging water uit zo stromen en we vonden het grappig om erin. Om. Ja. Ah. Nu ligt ze hier. Oké. Okay. Heeft nu iets te hard de grond geraakt. Lukt het hier een beetje? Ja, volgens mij wel. Een vrouw die met een driedubbele backflip door die waterkraan hier geland. Tenminste, dat is wat ik heb gehoord. Oké. Okay. Kijk, gewoon perfect ingeparkeerd. Pielen parkeren ten top. Of niet, lekker. Die ook. Die doet hem ook daar lekker, hallo. Oh joh. Als hij het nou nog doet, hè. Nee, hij staat niet meer op. Leef je nog? Leeft hij niet meer. Schmeij ze neer. Ik heb er alleen nog geen melding. Fuck! Geen spring! Hey, ik heb een melding. Sorry, maar ik ben even bezig. Ik moet even de ambu halen. Heb je een melding? Tatu, 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 tatu. Hey, was de sandwich leuk? Lekker. Ik vond hem wel een dikke sal. Gaat iedereen niet door bosjes heen? Gewoon dwars door een bosje heen. Er staat daar geen bosje. Dat was wel een dikke salto, eerlijk is eerlijk. Dus ja, dit is dat ben ik ook. Dat was inderdaad een mooie salto. Ik heb het op beeld.
Mooie bodycam. Hey, maar ik lig hier hoor, bij de achterband, of ben ik nou gek? Wacht, ik zal het even regelen. Ja. Oh, ik lig rechtsachter. Ik ga eerst even oorzaak van wonden bekijken. Ik lig aan de andere kant bij mij. Verschillende breuken en kneuzingen. Bekijken waar persoon wond is. Nee joh. Wat hè? Zijn rug. Verschillende kneuzingen en breuken. Ik heb een schaaf. Persoon zoeken. Zo, nou daar is hij. Schaafwond. Ja, ik heb een schaaf, lekker mijn knie. Even kijken, persoon dood verklaren moet ik hebben, hè? Maar moet ik even uit de buurt. Zo, schat. Zeer duidelijk het antwoord. Ik zie een rare beeldtoon. Zo. Hey. Waar is het nou weer? Kraag kind. Kom me pakken hem. Krijgt die taal. Kom me pakken hem. Even kaaltje op zijn. Ja, dit snap ik wel, hoor. Zo, nou, die is klaar. Ik ben er gewoon. Bro, ik heb geen idee waarover het gaat in de portal. Ik ga even je scooter afpoetsen hoor. Oh ja, doe. Godverdomme. Zo! Slaat deze raar, wie de fuck ben je, heb ik? Hier! Ah jongen! Jij krijgt geen hulp meer. Nou, even normaal. Oh! Hey. Wat zijn hier? Oh! Heb je niet slaan, G? Je sloeg een meisje. Kijk naar. Hey, roep op. Gaat het, mevrouw? Zo, nou ja, mijn hoofd doet wel pijnlijk. Oh, mevrouw, ik heb wel echt even een pleister nodig hoor. Want ik heb ja, als pijn je aan mij mijn ook een pleistertje kan geven, dan ben ik ook oh. Is je vechten achter mij, man, ik hoor het. Ja, dat komt helemaal goed. Ja, gekke mensen manier die aan het vechten is. Jongens, niet vechten, jongens. Kom, ik ga tussen de auw, waarom ik even hier niet meer te maken, hij is het probleem hoor. Oké, klaar nu. Ja. Zo, meneer, hoort u mij? Ik ga pols meten, want ik heb ook een reactie. Meneer. Oh, staat reanimatie, misschien kunnen we nog leven in de blazen. Ik ben nou een kommassage aan het geven, werkt dat ook? Alles werkt, ja. Heerlijk. Hou jij zijn pols in de gaten? Met bloeddruk, dan mag je altijd wel normaal, laag of hoog. Ik zie hier ook geen auto of zo. Dat is ook wel een Dan ga ik even stoppen met reanimeren. Stop. Voorbij. Tijd van overlijden, even kijken. 10:28.